De Partij voor de Dieren in Nijmegen heeft een brief rondgestuurd onder basisscholen. Hierin verzoeken ze de scholen om geen kuikentjes te laten uitbroeden in klaslokalen. Het zou de kuikens stress opleveren en kinderen leren hierdoor niet met respect en op een verantwoorde manier met dieren om te gaan. Onzin, vindt Harry Schnieders, oud-leraar en vogelkenner. Ja, nou daar ben ik het dus helemaal niet mee eens, want kuikens zijn helemaal niet gevoelig voor lawaai en stress kennen ze ook niet. Je kunt gewoon zien als de kuikens op school onder een lamp lopen, dan eten ze gewoon wat ze van de kinderen te eten krijgen. Nou, ze hebben een waterbakje nodig en verder hebben ze warmte nodig en verder helemaal niks. Dus voor een school ideaal. Ten eerste is het natuurlijk een omgeving waar die eigenlijk niet thuis hoort en waar dat ei dan uitgebroed wordt. Maar het gaat ook breder om gewoon het feit van dieren in de klas, in het klaslokaal. Hè. Dat is niet echt een locatie waar een dier thuis hoort en waar die zich op zijn gemak voelt. Volgens de Partij voor de Dieren zou het oppakken van de kuikens en het lawaai in de klas stress opleveren voor de dieren. Ja, daar kunnen kuikens prima tegen. Die leerkrachten die weten echt wel hoe je met kinderen moet omgaan, maar die weten ook hoe je met kuikens moet omgaan. Dus dat betekent dat kinderen zeker die kuikens gewoon in de hand mogen houden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je van 's morgens 8 uur tot 's avonds 4 uur die kuikens in de hand hebt. Dat kan natuurlijk niet. Maar dat weet die leerkracht ook. En dat doen kinderen ook helemaal niet. Dat gaat allemaal met mate en in overleg. Juist het feit dat er veel kinderen zijn en dat er dan... S'nachts of 's avonds zijn er geen kinderen en overdag is het weer ineens heel druk. En gewoon al die wisselingen van omgeving, juist voor zo'n jong dier, zijn heel erg stressvol. En daar is ook uitgebreid onderzoek naar gedaan dat gewoon zo is voor vogels. Het doel van beide is natuurlijk om de kinderen meer te betrekken bij de natuur en het dierenwelzijn. Hoe we het vroeger deden en hoe we nu weten dat vanuit de wetenschap, hoe het met dieren werkt. Het is een beetje boerenwijsheid tegenover wetenschap wat hier tegenover elkaar staat. Je wil dat kinderen zich gaan interesseren voor de natuur. Kijk, en als je die processen begint te begrijpen, dan kun je later, als je wat verder bent, natuurlijk ook een oordeel geven over ingewikkelde vraagstukken die met de natuur te maken hebben. En kuikens, dat is het meest simpele wat er is. Een beetje voer, een beetje water en warmte, dat is het.